www.deboodschap.today. Wegen en trenzen para worden aangepakt. De totale droge en natte infrastructuur van het district Para moet worden aangepakt vanwege de zeer slechte staat waarin ze verkeren. Deze grootscheepse aanpak kan niet betaald worden door het district vanwege tekorten aan middelen in het districtsfonds. Met tussenkomst van het ministerie van OWTNC is er een model uitgewerkt. Dat model is door Public-Private Partnership waarbij S Mine Transport NV haar zware machines, arbeiders en zandsedimenten inzet om alle wegen in Para te rehabiliteren. Deze zaken zijn afgerond en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het commissariaat is druk bezig om via een voorlichtingscampagne de plaatselijke bevolking erop te wijzen dat de werkzaamheden elk moment kunnen aanvangen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.